onschuldbaar te worden van het vrienden, en benadrukt de hoe waardevol het van vrijheid is in de Oekraïne, aangenaam en verschillendheid. En hij heeft het hier kunnen volgen op Radio 1, de Janne Bartels is bij de Vrouwen Nederlands kampioen geworden op de weg. De bewerkt is een terugvoering van anderen op de platform. En alleen maar die doet de derde. Commentaar van Theo Lippen tot een verrassende winnaar. Ja, een verrassende winnaar. Maar wel een winnares uit de vlucht waarvan je niet kon verwachten dat hij dit kampioenschap zouden gaan presenteren. Want in de wedstrijd van de kampioen zou je dat is een kampioenschap dat is ook bij Jan de Voort. Van Lucinda Brandt, toch ook meermalen Nederlands kampioenen geweest. Kortom, dat waren de vrouwen die daar achter het afstopwerk deden. Ja, daardoor kwam uiteindelijk, kwamen de snelle vrouwen in dat peloton, die kwamen tekort. Lorena Diepes werd derde. Ze zijn normaal gesproken als het peloton daar massaal is aangekomen. En zij waarschijnlijk gewonnen, want zij is die snelste sprinter van allemaal. Marianne Vos werd is hier, de Lucinda Brandt, zesde, van Dijk, zevende, kortom, dat waren allemaal grote namen. Het is vlak achter die twee punten. Maar goed, Marianne Marcus heeft ze heeft veel aangevallen in deze koers. Het was een attractieve wedstrijd met veel demarage. Uiteindelijk was zij de sterkste. En Pakte van Amrooy, de tweede keer al, de tweede plek in deze week. Want ze werd ook tweede op het kampioenschap bij de Olympische Spelen. Ze moet ook een keer tijd rijden. Ze hebben alleen de laatste van de zevende medaille. En dat is een belofte is dat het volgend jaar dat het wel belofte kan zijn. De volgende medaille. En Bosch is juist ook een poot in de zaterdag. Het is 8 minuten over 6, u treft nog het weer. Wolken en zon en af en toe plaatsen van bij.